Leuk dat jullie kijken. Welkom bij Boxkeeper Plays. Vanavond weer een potje Wreckfest. Uiteraard hebben we in de house mijzelf, Lanitro, Nemesis Squad. Heb ik dan nog iemand gemist? Oh ja, Mr. Fantabulous himself. Onze leadzanger uiteraard in dit koor. En inmiddels zitten we met 18 man op een speedway met kruispunten zonder stoplichten. Dus gedonder gegarandeerd. We gaan eens kijken hoe ver we komen. Oh, dus we zitten bijna vol, joh. 20. Even rennen hier. Nog eentje. Nou, we wachten tot de laatste op ready klikt en dan gaan we van start. Gaan. Of racen of beuken. Ik begin. Het maakt niet uit. Pompen of verzuipen. I don't care. Het is de enige manier. Ik ben nu met twee keer zoveel mensen als de vorige keer. Het is wel een chaos hier op deze baan. Ja, dat is echt chaos dit. Chaos en gaaf, whatever. Met die Ben God heb ik nog een appeltje te schillen. In het vorige potje echt op de finish na 10 rondes. Had hij me gewoon verslagen. Hij gaat in de ronde. Daar ben ik onwijs blij mee. Oh, wat een puinzooi hier. Hoe kunnen mensen nu al een halve ronde achterlopen? Ik heb geen idee waarom. Hoe krijg je het voor elkaar? Nou, voor de mensen thuis, misschien denken jullie dat ik in mezelf loop te lullen. Ik heb mijn speakers niet al te hard staan. Maar in theorie praat ik hier tegen andere mensen met wie ik speel. Ik hoop dat jullie het kunnen horen. Anders excuses. Maar ja, de actie zal er zeker niet minder om zijn. Er wordt gebeukt, er wordt gekust, ik weet het niet. Gekust? Gekust, een hoop ergernis. Ik weet niet wat voor gekke acties jij doet op een racebaan, maar ik kus zeker niet. Nou, ik... Ik ben wel van plan hier wat auto's in hun kont te kussen, want ik beuk ze lekker achterstevoren opzouten. Oh, wat een tafel. Ah, dammit. Voor bumper eraf. Achter je kijken, hoor. Geniaal. Ja, inderdaad, Tony. Mr. Fantabulous stapt eerst, hè? Mr. Fantabulous, die kan gewoon de piep krijgen. Die verrekte Rus. Oh, er zitten een paar mensen die zitten op de kruising zitten te klooien. Ja, terecht. De kruising. De kruising! Hey, ja hoor. Wist je dat? Blijf nog. Ben jij ervan op de hoogte? Hoppa, hey, dag Lanitro. Nee, met Battlefield altijd een ster die jongen, maar hier jongen, echt serieus. We gaan er maar gewoon aan de kant, jongen. Ja. Begaafd. Doe mijn best. Nee! Oeh! Hey, welke piep tikte mij daar achter in de rond? Oh, er spint even een auto hier! Er blijft niet heel veel van mij over zo te doen. Wat piep jongens, echt serieus, ik wil racen. Ik wil niet gebeukt worden. Eentje niet leuk vindt om te rollen. Wat een chaos. Ik moet een schadeformulier invullen jongens. Ik heb denk ik niet genoeg schadeformulieren bij me om alle schades te noteren. Ik hoop maar dat je een redelijke no-claim hebt opgebouwd, anders wordt het een duur geintje dit. Nee! Ja, mochten jullie dit spel niet kennen, ik kan alleen maar zeggen, koop die shit, echt. Ik heb het eerder gezegd in een review, dit spel is gewoon geweldig. Even op die tik uitgezonden. Hoe sta ik nog eerste? Er zijn allemaal mensen die me nu beuken die ik... Meer lol dan dit, voor zo weinig geld. In een alpha versie van het spel kan je gewoon niet hebben. Helemaal niet als je Lanitro beukt. Dat is altijd positief. kruispunt! Oeh! We nemen iemand anders even zo zien in crash. Crash ik zelf ook. Mijn auto lijkt wel wat smaller dan toen ik begon. Wellicht vergis ik me. Maar ik lig nog steeds op een keurig 8e positie. Vind je dat keurig? Nou, gezien de staat van mijn auto noem ik dat keurig. Ah, die Ben God die dacht ik heb ook nog een appeltje met die Boeing te schillen. Dat is hem goed gelukt. Hij ligt ondersteboven, dat zal hem leren. Nee, niet onze Fantabulous. Ja, tuurlijk, beuk me maar, hè. Vind je leuk, hè? Heerlijk, geniet ervan. Een beetje gay is oké, maar dit is een beetje te. Je wil hem toch geen kont kussen? Ja, niet die van jou, en ik wil er al helemaal niet door jou gekust worden. Ik let niet op! Oh shit, ik kijk naar achter en dat kost mij gewoon dus. Mijn auto. Wat kost jou je 8e plaats? Ja, ik rijd momenteel vol gas man. 30 km per uur. Als een malle.
Nou ja, ik lig 11. Hè. Ik verwacht het niet. Ik ben binnen de hoofd. Ik ben bang dat dit zo meteen een einde potje is. Zoals jullie zien, het gaat niet al te hard. Inmiddels lig ik wel op een keurige 70 km per uur. Takedown assist. Ik heb blijkbaar iemand eruit gebeukt. Dit ding nog kan rijden, ik snap het echt niet. Maar die van mij rijdt dus gewoon serieus niet, hè, Steve? Ja, het rijdt, maar... Hey, een Dixie. Die heb ik wel voor nodig nu. Ik rij op één wiel. Eigenlijk dus gewoon geen wiel. Veilig het kruispunt oversteken. Nou, tot zover veilig. We moeten naar links. We houden gewoon vol, jongens. We rijden gewoon door. Er is niks aan de hand. Zoals jullie zien, de schade valt wat mee. Her en der wat deukjes. Maar met een hamer kunnen we deze ding wel uitdeuken. Ik denk dat ik wel even een stuk sta te rammen, maar... auto stuurt ook iets minder dan ik gewend was, maar... Ik ga nog maar 40 km per uur, jongens. Oh, dan ga ik harder dan jou, jongen. Dan loop ik hard in. 62. Kijk hoe deze. Laat niet gewoon krijgen een klapje te verduren. Oh. Ja, dat was het dan. Ik maakte een stuurfoutje in de muur. Nou ja, laten we hopen dat we het zo de tweede race beter doen. Tweede race. Tweede kans. Dit keer gaan we zorgen dat we niet gelijk uit liggen. At least, that's the ID. Ik had begrepen dat onze Lanitro is afgehaakt, als ik het goed heb gehoord. Ik wil even van mijn stoel af. Klopt dat, jongens? Is Lanitro weg? Ja, dat klopt. Ah, zonde. Oké. Okay. Nou ja, maar ook zonder Lanitro kunnen we nog steeds deze race winnen. Wij hebben geen Nitro nodig. We hebben geen Nitro nodig. Nee, tegen die tijd liggen we er toch al uit, hè? Nou ja, zoals jullie zien, een goed begin van de race. Ik ga van de 10e plaats in één keer door naar de 19e. Sarcasme op zijn best. Ja, zoiets, ja. Ik weet het niet. Oh, jezus. Nou ja, maar het is wel een puin, hoor. Het maakt echt geen reet uit. Want ik lig alweer 13e. Kruispunt. Oké, nou dat is weer een tegenstander minder. Toen had hij mij. Ja jongens, ik zou bijna zeggen, ik hoef gewoon niks te zeggen. Ik zou zeggen, zie je het gewoon zelf gebeuren? Even wat dubstep op de achtergrond anders, Frank. Een dubstepje op de achtergrond? Ja, heb jij een voorstel voor een dubstepje of een dubsmash? Wil je een copyright dubsmashje? Copyright dubsmashje? Nee, Fantabulous lijkt me niks. Hé, hey, we hebben een of andere Rus in Da House. Een Poku Maruka, weet ik veel. Oh. Veel oranje auto's hier trouwens. Ja. Het voelt erg Nederlands aan. De 12e. Dat doet het natuurlijk wel altijd goed. Ik zou me bijna moeten schamen dat ik hier niet met een oranje auto rijd. Ja, ik heb wel een extra 12e. Ja, nou ja, weet je. Daarom, hoppa, rijd ik dus niet met een oranje auto. Oeh. Dat ik gewoon 10e sta, 9e. Daar ging iets fout. Zag ik daar nou Fantabulous door binnen heen komen? Ja, dat ging door rood. Oeh, tik, stuurfoutje. Zonde. Daar ging mijn 9e plaats. Maar wat ik vervelend vind is dat ik wat deukjes heb. Achterkant lijkt wat vervormd. Oh, nou ja. Oeh, wie reed daar door me heen? Oh, wacht, ik moet de andere kant op. Kunnen we veilig oversteken hier? Ja, dat kan. Mooi. Nou ja, veilig. Achter me explodeert een auto. Chaos ten top, zou ik maar zeggen. Zo zien dat Stefan daar ook een momentje. Een kusje op de achterkant. Een kusje op de achterkant. Ja, je weet wat ze zeggen, hè? Ik ben heel benieuwd wat je nu gaat zeggen. Ja, ik eigenlijk ken ik het gezegde niet meer. Boem is Bunsma. Oh ja, dat was hem. Ja, jongens, hier... Een lokaal grapje natuurlijk. We hebben hier een schadehersteller en die heeft altijd een slechte slogan. Boom is Bunsma. Maar ja, ik denk dat Bunsma hier ook niet meer heel veel mee kan. Deze auto. Heeft hij meteen een jaar salaris verdiend als hij dit hoeft te maken? Ja, dat denk ik wel. Dit is niet een kwestie van uitdeuken, maar uitbeuken denk ik. Deze schade. Oh, daar komt zomaar iemand die spont op de baan. Het lijkt bij zichzelf gereset. Ik heb telkens fans, die zijn allemaal fan van Fantabulous, die gaan allemaal de baan oprennen. Oh ja, dat zal het zijn. Ja, jongens, geloof het of niet. Op Boxkeeper Place, wij hebben gewoon serieus een YouTube celeb. Niet bekend in Nederland, uiteraard wel bekend in de rest van de wereld. Onze Fantabulous, als je hem niet kent,
check is zijn Facebook. Nee, oh nee, niet zijn Facebook. Check is zijn YouTube kanaal. Hoeveel abonnees had je inmiddels ook alweer? 200.000, wat is het? Nee, nu 108 denk ik. Oh, 108.000 volgers voor onze Mr. Fantabulous. Het is niet te geloven. Wij bij Boxkeeper Plays zijn al blij met 1000 abonnees. Maar ja, sommige mensen willen altijd meer. Ja, Box heeft aardig wat geld moeten neerleggen om mij hier te krijgen. Ja, dat is waar. Box betaalt ook dik inderdaad om onze Fantabulous hier te krijgen. Uiteraard doet hij daarom zelf niet mee, omdat hij nu hard aan het overwerken is. Oeh! Ah! That's gonna hurt. Ja, ik zag jou vliegen. Ik zeg escape, reset car. En we zijn back in the game. Ja hoor, lekker. Wat is het mooie van dit spel is, je begint echt gewoon met een overvolle baan met te veel auto's. Naarmate het spel vordert, verdwijnen er auto's en de auto's worden kleiner. Dus het is dus gewoon steeds makkelijker om gewoon rond te rijden. Mijn linker voorwiel is naar de kloten. De snelheid gaat er ook uit door alle schades. Het spel wordt dus echt serieus met een minuut makkelijker, zou je bijna zeggen. Blijf toch van me af, jongen. Blijf van mijn lijf af. Oh, wat was dat voor lijf? Blijf te veel obstakels staan op dit moment. Ah, jongen, beuk me nou niet. Ik probeer hier ook wel alleen maar een raceje te rijden, jongen. Echt. Nou jongens, mijn auto wordt er echt niet beter op. Ik zou zeggen, ik ga een advertentie plaatsen op Marktplaats. Laten we beginnen met bieden vanaf 1 euro. Wie biedt? Nou, je gaat het niet geloven, maar ik heb volgens mij geen achterwielen meer. Je hebt geen achterwielen meer? Die heb je ook niet nodig als je voorwielaandrijving hebt. Oh. Een gele auto in de fik. Weet je zeker dat het niet Calimero is die in de fik stond? Calimero! Maar eerlijk is eerlijk jongens. We zitten in het 9e rondje en ik rijd nog rond. Zeg niet hoe, maar ik rijd. Ja, ik zit in de 9e. Als jij al in de 10e zit, heb je het goed gedaan. Ik ben al bijna klaar met de 10e. Ja. Iemand heeft 20 seconden geleden al de 10e gefinished laten zien. Jij bent dan misschien klaar met de 10e. Ik ben klaar met jouw gezeik. Houston was kicked from the channel. Dat was hem jongens. Ik wil jullie uiteraard bedanken voor het kijken. Ik laat het laatste woord aan Mr. Fantabulous en aan Nemesis. Hebben jullie nog wat te zeggen jongens? De ballen. Ik lig in de kreukels. Dat was hem. Bye. Vond jij dit nou leuk? Klik dan op abonneren en druk op het duimpje omhoog. Oh ja, laat ook wat commentaar achter onderaan de video's. Tot de volgende keer.